We zijn hier bij de atletiekvereniging Izala 96 in Kampen. En rechts van mij zit Marinus Sijbesma, die altijd een fanatieke sporter is geweest in het hardlopen. Maar in 2010 was het voor hem in één keer afgelopen. Marinus. Ja, in 2010 was er bij mij acute leukemie geconstateerd. En ja, dat kwam als een klap in je gezicht. Je hele leven staat op zijn kop. En ja, je moet verder en positief blijven denken. Dat doe je. En dat doen we en dat hebben we gedaan. En we hebben er goed tegenaan gegaan met het gezin en met alles. Ja, het helemaal geweldig. Ja. Je hebt 4 jaar heb jij toch de nodige chemokuren gehad, wat een enorme impact op jou en je gezin en je hele leven heeft gehad. Je wilde weer gaan sporten. Je merkte dat er een stuk stabiliteit kwam. En toen wou je eigenlijk een handbike. En dat is eigenlijk om weer te kunnen sporten hier op die atletiekbaan. Ja, dat klopt. Ik ben in overleg geweest met mijn ergotherapeut, fysiotherapeut. Ik wil weer aan sport gaan doen, bewegen. Dat heeft me altijd goed gedaan. Ik was altijd hardloper. En door omstandigheden zit ik in de stoel. En ik wil toch weer aan sport gaan doen. En ja, het enige waar we op kwamen was de handbike. Ja. De handbike, dat is iets waarvan ik heb begrepen dat hier bij de atletiekvereniging Izala 96, daar zijn sporters, medesporters waar jij destijds mee gesport hebt, die zijn opgestaan en die hebben een initiatief genomen. Ja, ze hebben een mooi initiatief genomen, een mooie actie op touw gezet. Ze hebben een inzamelingsactie voor mij gehouden. En daar ben ik je heel dankbaar voor. En wat er binnen is gekomen. Ja, we zijn een heel eind. En ja, we zijn nog met de gemeente bezig om sportvergoeding te krijgen. Daar zijn we nu ongeveer een jaar mee bezig. En ja, met een beetje touwtrekken en een beetje toezeggen en dan weer terugtrekken. En het schiet niet echt op. Het schiet niet echt op. Er zit nou vooruitgang in. Het is even afwachten. Als het dit jaar nog rond kunnen krijgen. Ja. Maar als die handbike met die rolstoel er wel zou komen, dan kan je samen met jouw zoon, want jouw zoon zit hier ook op de atletiekvereniging, kan je hier naartoe? Dan kunnen we samen hier ook naar de atletiekbaan en met de atletiek bezig gaan. Ja. Ja. Je passie. Mijn passie en ja. Nou, Marinus, ik weet natuurlijk ook niet of dat allemaal gaat lukken, dat dat geld binnen gaat komen. Maar als we nou afspreken, als het nou onverhoopt niet zou lukken, dat we dan toch nog een keer een oproep op onze site zetten via de atletiekvereniging Izala 96, dat mensen of de bevolking van Kampen jou misschien toch nog zou kunnen steunen. Ja, dat zal hartstikke mooi wezen. En als dat actie dan verder kan doorgezet worden, dan zal het mooi zijn. Ik heb nog één vraag aan je. Wat kost zoiets? Een handbike compleet kom je rond de 10.000 euro. Dat is een hele hoop geld. En ja, dan heb je ook nog je rugzak te dragen, hè, van de ziekte die je hebt. En dan moest dat ook allemaal nog zoveel geld kosten. Maar goed, daar gaan wij niet over. Ik hoop voor jou dat het allemaal verwezenlijk mag worden. En ik hoop toch dat het binnenkort voor jou opgelost wordt. Want ik vind een jaar wachten op een handbike vind ik wel erg lang, vind je niet? Ja, dat is ook lang. Ja, wat ik al zei, met veel touwtrek en bij de WMO, ja, dan kan het lang duren. Ik hoop dat het dit jaar rondkomt en dat we volgend jaar met goede moed en goede zin lekker gaan sporten. Maar als je die handbak wel nu zou hebben, dan betekent ook dat je ook in de wintermaanden, als er geen sneeuw of ijzel is, dat je dan ook kan sporten. Ja, zeker. Door weer en wind gaan wij spotten. Dat zit erin, dat hoort erbij. Ja,
Ja. Marinus, je verdient het gewoon om dit weer te kunnen doen. En dat het weer een extra aanvulling en invulling geeft aan je leven. Ik gun het je van harte. Ja, hartstikke bedankt. En iedereen wil ik bedanken die gedoneerd hebben. En Ishala, top.